Nou, leuk dat je er bent. Ik sta hier op de Groene Jullendijk. Die kant op is de Kuip. Die kant op is het Zuidplein. We zitten in de tramhalte van tram 25. En het Vlag, het gezondheidscentrum. En we lopen die kant op. Dus niet naar de Bijlandse Laan, maar de Groene Jullendijk. En volg me maar. We zitten hier. Met de raampjes. Zen.nl. Dus naast de café van Ouds Trianon. Dan zie je daar met Heineken. Voor de Telegraaf? Ja. Voor de Telegraaf, ja. Of voor de EPG. En hier naar beneden. We hebben net een geveltuintje gekregen van Havensteden. Als je die kant op kijkt, dan zie je, zo kan je met de auto komen. Het is nu nog gratis parkeren, maar ik weet niet hoe lang dat duurt. En, we gaan hier naar binnen. En, dan doe ik even mijn schoenen uit. Die schoenen maar even aan hoor. Oh, nou, ja, nog beter. Oké, nou hier zit het lekker warm. Kan je even de deur nog dicht doen? Ja. Kijk, hier is ontvangst en hier doe ik ook coachgesprekken met mensen. Ja. Gewoon proberen een veilige omgeving te hebben met ook gezellig dat je naar buiten kan kijken. Ik heb heel veel boeken die ik ook uitleen aan mensen die hier mediteren en aan coachingsklanten. Hier heb ik nog de skyline van Rotterdam-Zuid laten tekenen. En ja, dat vind ik leuk. Aan deze muren hebben we vaak exposities gehad, maar met corona nu even niet. Misschien later weer een andere keer. En dan komen we hier in de zendo waar we mediteren. En, ja, al het houtwerk, de lampjes en de schuifpanelen zijn gemaakt in Charlo's door Hoekmaat. Hier mediteren we. Dat zijn lekker dikke matten om op te zitten en dikke kussens. En nou, bij de les ga ik altijd hier zitten en dan zo mediteren we. En dan als we mediteren beginnen, dan sla ik op de bel. Nu gaan we eerst een interview doen. Dus daarvoor lopen we weer naar voren. Tot zo. Oké, nou Jeanette, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Ja, je wilde me graag interviewen. Ja. En dat vind ik leuk. Ja. Ja. Nou, ik vind het ook heel fijn om jou te mogen interviewen. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou ik het wel fijn vinden als je jezelf even wil voorstellen. Ja, nou, Hanneke Dijkman. Ik geef hier les, zen-meditatieles. Dus ik leid zeg maar deze zendo. En verder ben ik ook coach, loopbaancoach, werkgelukcoach. En ja, ook gewoon een mens. En ik woon hier ook vlakbij in Vreewijk, Rotterdam-Zuid. Ja. Waar we nu ook zijn. Ja. Ja. Nou, ik volg bij jou ook zenles, hè? Zenles mm-hmm. voor gevorderden. Zen. Zou je kunnen omschrijven wat zen is? Ja, zen is aandacht. Ja. Aandacht hebben voor wat er nu is. Dus nu ben jij hier, hè? En ik ben zelf ook hier. Dus het is aandacht voor mezelf en voor jou en ook aandacht voor in feite de mensen die dit straks gaan luisteren, bekijken.
En ook nog aandacht voor de filmer die hier buiten beeld zit. En ook het vogeltje dat ondanks de regen hier toch lekker zit te zingen hier buiten. Dus aandacht voor wat er is, het nu en dat in feite oefenen. Dat is een continu proces. Dus zen is eigenlijk ook een werkwoord. Dus, En mensen kennen zen natuurlijk vooral ook vanwege zen meditatie. En dat is een heel belangrijke methode eigenlijk in zen die we gebruiken. Om eigenlijk te bereiken dat je in het moment kan zijn. Misschien wil je daar dan nog iets meer over vertellen, over zen meditatie. Zen meditatie is eigenlijk een heel basale vorm van meditatie. Meditatie waarbij we stilzitten en de ademhaling volgen. Dus we merken op wanneer we inademen, we merken op wanneer we uitademen. En dat lijkt heel simpel en dat is het ook. En het is ook moeilijk in de zin dat ook de aandacht gaat iedere keer weg. Doordat die aandacht steeds weggaat en weer terugkomt, leer je eigenlijk jezelf steeds beter kennen. En dat heeft het effect dat je eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing voor jezelf ontwikkelt. En dat je dus ook steeds andere delen van jezelf leert kennen en ook leert om stukjes los te laten, stukjes te verwerken en nieuwe stukjes van jezelf te leren kennen. En dat maakt dus dat je meer zelfkennis hebt, maar ook meer rust en minder stress en minder slaapproblemen. Dat kan allemaal door meditatie. En meditatie is ook vooral ervaren, dus ik zou tegen de kijkers ook willen zeggen, kom kijken voor een proces. Nou, zeker doen zou ik zeggen. En uit eigen ervaring begrijp ik heel goed wat je bedoelt met je uitleg over de zen-meditatie. Mm-hmm. Wat ik me ook eigenlijk afvraag is van welke leraren en mogelijk ook boeken zijn voor jou een bron van inspiratie? Ik heb verschillende leraren gehad. Op dit moment gebruik ik natuurlijk nog steeds heel veel de boeken van Rien Schitskes. Dus zeker ook een blijvende bron van inspiratie. Daarnaast heb ik ook les gehad eerder van andere leraren, van Greta Aerts, van Nico Tiedeman. Ik ben een paar keer bij Genpo Merzo geweest. Dat is alweer lang geleden. Op dit moment, we gebruiken meerdere boeken. Dus ik ben ook groot fan van Stephen Batchelor bijvoorbeeld. Ja. Met het boek Boeddhisme zonder geloof, wat we ook hebben gebruikt in de gevorderde groepen. Dus boeddhisme, of in ieder geval zen, meditatie zonder geloof, wat voor mij vooral eigenlijk betekent dat je zelf kijkt van wat is zen voor mij en ook steeds zelf ervaart van hey, dit werkt voor mij wel, dit werkt voor mij niet, zonder dat je dingen gewoon voor lief aanneemt, dat je dingen hoeft te geloven. Je hoeft er niet in te geloven dat het werkt. Nee, dat hoeft niet. Je probeert het uit en je kijkt van hey, dit werkt voor mij. Suzuki's, de Suzuki, ook een heel mooie schrijver. Nu heb ik wel aardig wat genoemd. Ja, dat is ook wel mooi dat je dat ook zegt, want dat is ook wat de Boeddha ook zei, van ervaar de dingen en neem pas dingen voor waar aan op het moment dat je het ook zelf ook zo voor jezelf kan aanvaarden. Nou heb ik inderdaad door zen-meditatie onder andere ook meer zelfinzicht gekregen. Mm-hmm. Wat zijn nou voor jou de issues die jij belangrijk vindt om door te geven aan de leerlingen? Mm-hmm. En ook misschien in jouw gesprekken als werkgelukcoach, wat je belangrijk vindt van wat mensen daarvan meenemen?
Ja, ja, ja. Nou, dat is leuk omdat we het daar ook gisteren in de les over hebben gehad. Over mijn stokpaardjes. En ja, het eerste waar ik aan denk is, kijk hoe je zelf gelukkiger kan worden en hoe je anderen gelukkiger, hoe je iets kan doen dat bijdraagt aan het geluk van anderen. En ja, waarbij wel een stokpaardje voor mij ook is van het bijdragen, het werken aan het geluk van anderen, dat vergroot ook mijn eigen geluk. Ja, ja. En eigenlijk is daar geen onderscheid in. Als ik doe wat mij echt gelukkig maakt, dan ben ik ervan overtuigd dat ook geluk brengt bij anderen. Dus het zenles geven, ja, daar word ik echt blij van. En dan zie ik ook dat anderen dat ook zo beleven. Dus dat is gewoon win-win situatie. Ja. Ja. Ander punt wat ik echt belangrijk vind is van kies doelen in je leven. En dan vooral ook leerdoelen. Dus bedenk of ontdek wat je echt wil leren. En doe dat ook op een speelse manier. Je kunt het leven zien als een tranendal en je kan het ook zien als een spel. En als je het meer kan zien als een spel, dan geeft dat gewoon plezier. Dan loop je een keer vast of je loopt ergens tegenaan. En dat is oké, weet je, daar leer je weer van en dan ga je weer verder. Ja. Gewoon ook genieten van kleine dingen. Voelen ook, vooral veel voelen. Fijne dingen voelen, minder fijne dingen voelen en dat ook echt fysiek voelen. Mm. Dus waar doet het pijn, waar voel je verdriet, waar voel je boosheid? En dat voelen is een enorme bron van inspiratie. Omdat op het moment dat je echt dingen durft te voelen, zeg maar, kan voelen en durft te voelen, dan veranderen ze ook. Hè? Dus dan krijg je eigenlijk al vanzelf een verandering, een transformatie. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn zo de dingen die ik graag doorgeef. Je had het ook over het stellen van leerdoelen. Ja. Dat is ook een belangrijk item, hè, binnen zen.nl. Als je je doelen stelt, dan ga je ook bewuster de stappen zetten om op pad te gaan. Ja. Heb jij binnen zen voor jezelf nog doelen die je zou willen bereiken? Ja, altijd. Ja. Ik ben al een tijd bezig. Ik ben nu 4 jaar hier bezig op Zuid met de Zendo. Ik woon hier al een stuk langer. Maar het blijft voor mij een thema verbinding. Verbinding maken met mensen om me heen. Met mensen hier, ook mensen verder weg. Maar, ja, hoe maak ik een goede verbinding? Als ik oordelen heb, ik heb oordelen natuurlijk sowieso, ik bedoel dat gebeurt. En hoe kan ik die dan loslaten? Hoe ben ik niet te pusherig, maar ook weer niet te terughoudend? Dus dat contact, dat verbinding maken met mensen, daarin heb ik het idee dat ik nog wat te leren heb. Je hebt het over verbinding. Mm-hmm. Ik moet dan gelijk even denken aan de volgende vraag. Een moment. Dus ik hoor, kan je de Timmelskan even een tikje geven? Ja. Ze zat zo suis dat er. Zeg maar, in het boeddhisme lees ik dat mensen vooral lijden omdat ze zich afgescheiden voelen van de ander, van het geheel. Jij doet nu al jarenlang aan zen-meditatie. Mm-hmm. Kun jij dan daardoor merken dat jouw verbinding met de ander, met het geheel, groter daardoor is geworden en ook je gevoel van eenheid? Oh, dat is een mooie vraag. Ja. Dat is het korte antwoord. Dan ben je vast een toelichting. Ja, dat zal me misschien stimuleren om je. ja.
Het eerste dat ik merkte toen ik ging mediteren, of een van de eerste dingen waar ik me bewust van werd, was dat ik heel veel zat te mopperen. Op mezelf. Ja. Dus ik merkte gewoon van dat ik in gedachten zat van, oh Hanneke, dit heb je fout gedaan en dat had je anders kunnen doen en oh, dat ben je vergeten en denk je wel daaraan. En ik was echt heel negatief over mezelf, of tegen mezelf. Ja, ja. Het innerlijke praten. Weet je, die maalstroom was echt heel negatief. Ja, en door die meditatie werd ik me daarvan bewust. Hè? Dus eerst had ik het gewoon niet door. En toen ik er me bewust van werd, ja, toen ging ik natuurlijk daarover mopperen. Van, nou ja, wat doe je nou achterlijk? Zit je altijd jezelf te mopperen? maar gelukkig, op een gegeven moment kon ik er ook steeds meer om lachen. En had ik het ook steeds eerder door tijdens de meditatie, maar ook daarbuiten. Huh? En dat maakte dat ik gewoon milder werd voor mezelf. Ja. En ja, eigenlijk ook in hetzelfde proces werd ik dan ook milder naar anderen. Huh? Want ja, ik kan wel lopen mopperen in gedachten of hardop tegen anderen. Maar ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Ja. En ik betrap me er zelf nog wel eens op, hoor, dat ik loop te mopperen. Maar, maar vergeleken met toen is het echt veel, veel minder vaak. Ja, ja. En merk ik makkelijker op. En kan, dus dat heeft al die verbinding vergroot. En naast verbinding dus ook meer geluk voor jezelf. Ja, En tegelijkertijd dus ook meer geluk naar anderen, waar je toen straks ook over vertelde. Ja, en dat eenheid voelen, ook dat, weet je, dat merk ik ook heel erg in de lessen, weet je, dat wat ik zend, zeg maar, of wat ik uitstraal, of hoe ik doe, hoe ik me gedraag, laat het gewoon simpel houden. Hoe ik me gedraag, dat heeft gewoon direct reflectie op de groep. Dus dat is, de groep is een enorme spiegel. Werkt natuurlijk niet altijd. Er zijn altijd mensen die minder beïnvloed worden door mij. Hè? Ook dat is interessant. Maar ja, daardoor merk ik ook dat gevoel van eenheid. Merk ik ook dat ik nu met nieuwe mensen, bijvoorbeeld nieuwe mensen die hier komen, dat ik die veel. Ik verwelkom ze meer, accepteer ze meer. Doordat ik rustig blijf, zie ik dat ook terug in de groep. Dus dat zie ik ook met proeflessen en zeker in introductiegroepen, dat ik dan ook in één les, in een paar lessen ook, zie ik veel meer effect ook bij de cursisten. Zeg je dan eigenlijk van, doordat je wat minder snel je oordelen hebt, dat je meer ruimte hebt? Ja. Waardoor mensen misschien ook eerder dat vertrouwen hebben om... Ik ben gewoon niet bezig met dat oordelen. Nee, ik ben gewoon... Ik ben er. Gewoon in mijn energie van gewoon er zijn. Maakt mij niet uit. Dat klinkt weer heel raar. De mensen komen hier met verschillende energie. Weet je, de ene komt van, oh leuk, nieuwsgierig. En de andere zegt van... Ja, ik zit in een burn-out en het is allemaal zwaar en dat is ook zo, weet je. Dan is het aan mij om gewoon rustig te blijven en te laten merken van het is oké. Ja. Weet je, het is oké. Hoe jij je nu voelt is gewoon oké. Ja, ja. Het mag Mooi. Er zijn. Mooi, ja. Jij met al je emoties en gedachten en patronen en onrust, je mag er gewoon zijn. Ja. En dat alleen al, dat maakt dat mensen dan Ja, dat zie ik ook zeker ook zo terug. Okay. Vind je ook altijd heel betrokken op mensen, ook betrokken op mij, uiteraard. Mm-hmm.
Wat ik lastige begrippen vind in de zen, dat zijn woorden als non-dualiteit, vorm en leegte. En als ik daarover hoor en over lees, dan denk ik van, ik begrijp het wel, ik kan het aanraken, maar ik heb het me zeker nog niet eigen gemaakt. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig hoe dat voor jou is. Ja, 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 non-dualiteit, dat vind ik, dat, daar kan ik ook niet zoveel mee, dat is een beetje een technisch woord. Maar dat vorm en leegte, ja, daar kan meer mee. Dat, ja, vorm en leegte, bij mee, nou ja, de meest simpele uitleg is altijd het kopje, een kopje, nou, een kopje hier met thee. Nou, dus het is nu vol met thee. Niet helemaal trouwens, dus dat kan ik niet laten zien zo, maar het is half vol. Dus het is ook leeg, weet je, maar is het leeg? Nee, er zit lucht. Dus zo is het vorm en leegte tegelijk. Nou, kan ik ook wel een slokje nemen. Ja, dus die vorm die verandert direct, ja, want die thee die nu in mij, ja, en die thee die zakt zo verder naar mijn maag, hè? En ja, op de een of andere manier zet dat lijf dat om in energie en in woorden. Ja, dat is mooi, mooi gezegd zo. Ja, ja, dus je kan wel denken van, er is een leegte, maar die leegte die transformeert onmiddellijk weer. Ja, ja. En, dus er is niet één vorm. Er is niet één vorm en één leegte. Nee, dus een continu proces. Ja, alles is eigenlijk continu een proces. Ja, ja. Het, niet, ook al denk je van, nou, die kop die blijft toch gewoon hetzelfde. Ja, nou ja, dat denk je, maar over 100 jaar is die natuurlijk gewoon vergaan. Weet je? Dus, ergens is er nu een proces bezig dat die kop aan het vergaan is. Ja. Laat staan deze kop. Ja, dat heb je mooi gezegd zo. Ja. Verlichting. Als ik daarover lees, dan lees ik in de literatuur daar verschillende uitleggingen voor. Wat versta jij onder verlichting? En heb je wel eens een verlichtingservaring gehad? Ja, ja. Nou ja, voor mensen voor wie dit helemaal nieuw is, misschien hebben we de uitleg in verlichting, hebben we het niet over verlichting van de lampjes, zeg maar. Nou, in feite ook. Verlichting in de boeddhistische en ook andere tradities is zoiets als van verlichting van al je lijden. Hè? Dus daar worden dan ook weer verschillende gradaties in genoemd. Maar het idee is van, kun je je helemaal gelukkig en één voelen met de hele wereld. Mm-hmm. Ja? Dat is een beetje het idee van verlichting. En wordt dan wel gedacht dat het een soort gelukzalige toestand is waar je dan eeuwig in verblijft. En nou, misschien dat de Boeddha zoiets wel heeft ervaren, hè, de historische Boeddha. Ik heb wel momentjes gehad dat ik me echt verlicht voelde. Verlicht en of dat dan verlicht met een grote of een kleine V is, ja, dat weet ik ook niet precies. Er zijn wel van die momenten geweest. Ook gewoon bijvoorbeeld in de natuur, dat ik op een berg was, 's nachts. In Afrika, waar ik ook een tijd gewoond heb, maar waar ik ook in de bergen gewoon als toerist ben geweest. En dan ga je 's nachts even naar buiten en dan sta je daar en dan zie je die enorme sterrenhemel. En dan, wauw. Ja, die bergen en dan gewoon het besef van je, van enige, ja, je voelt je en heel nietig, gewoon, en je voelt je onderdeel van dat geheel. En ik denk dat dat,
ja, dat dat wel iets van verlichting was. Mm. Ik herinner me ook heel goed mijn eerste zen-meditatieweek. Dan Sesshin. En toen ging ik voor het eerst een week mediteren. Nou, ik vond het echt super zwaar. Ik vond het echt heel erg zwaar. En Rins die zei toen ook op vrijdagochtend van nou, denk niet, morgen gaan we naar huis. dus het is nu wel zo'n beetje voorbij. Nee, hup, ga er nog even goed voor. Nou, dat deed ik. Dus ik probeerde echt stil te zitten. En nou, het was echt... Het was vreselijk. Ik had zo'n pijn in mijn benen. Mm. En ik dacht echt van, waarom doe ik dit? En nou, oké, je adem in, adem uit. En toen was er op een gegeven moment was er opeens een ervaring van... Ja, weet je, er is gewoon pijn. Er is lijden. En daar hoef ik niet allemaal wat mee te doen. Dus, en dat gaf me een enorme opluchting van, er is natuurlijk heel veel lijden in de wereld. Hè? Nou, als we het in dieren nu houden, de corona, wat nu natuurlijk toch nog steeds heel veel mensen in het ziekenhuis liggen. Maar ook, ik heb een tijd in Afrika gewerkt, heel veel armoede, verdriet. Ik kreeg gisteren nog bericht van iemand die ik daar ken, die overleden is. Mm. Nou, dus er is gewoon veel lijden. Er is gewoon heel veel lijden en ziekte en dood en verdriet en boosheid. En, we hebben de neiging van wat kan ik doen? Mm. En tegelijkertijd is denk ik eerste stap is ervaren dat het er is. Gewoon dat het er is. En daar je niet te verzetten tegen dat feit. Mm. En als je die eerste stap van acceptatie hebt, eigenlijk dan pas kan je vanuit je intuïtie en je verstand kan je bedenken van oké, als dit zo is, wat dan? Maar het begint met gewoon accepteren van dit is er allemaal. Ja, dus toen kwam in één keer dat besef dat het zo was. Ja, ja. Ja. Nou, dat was dan toch heel mooi dat je dat zo, nadat het zo'n zware week, na zo'n zware dag voor jou was geweest, dat je dan in één keer dat besef kreeg van... Ja. Ik hoef het niet allemaal op mijn schouders mee te dragen. Ja. Wat ik me ook afvraag is van zenleraar. Je bent ook boeddhist geworden. Ja. Heeft dat jouw kijk en jouw visie omtrent leven, geboorte, doodgaan, het geloof, heeft het dat sterk doen veranderen? Geboorte zou ik niet zo weten eigenlijk, of er andere ideeën over heb gekregen. Klinkt misschien gek, maar ik ben niet zo mee bezig met geboortes. Ik heb ook geen kinderen, dus ik heb ook ben niet bij geboorte. Ik ben echt nooit bij een geboorte geweest. Mm. Dat is eigenlijk ook wel interessant. Ja. De dood. Ben ik anders gaan kijken naar de dood. Ik denk het wel. Vlak voordat ik hier begon, de zendo, is mijn moeder overleden. En dat was natuurlijk een ervaring met de dood. Die ingrijpend was. Die,
Ja. Wat me vooral heel erg heeft verbaasd is dat ik daarna gewoon een heleboel dingen was vergat. Ik wist opeens mijn pincode niet meer. Mm. Dat soort dingen. Ja, en ik ging natuurlijk ook terugdenken aan hoe was de relatie met mijn moeder, hoe had die nog beter kunnen zijn. Mm. Maar de dood aan zich, ja, de dood komt en ik heb niet het idee van nou, ik ben nu banger of minder bang voor de dood dan daarvoor. Ja, dat niet. Nee. Je vraag zet me aan het denken, maar ik ben niet zozeer het antwoord erop. Nou, het is ook een hele grote vraag, ja, natuurlijk. En dat realiseer ik me ook wel. Ja, de dood kan me ook wel emotioneren. Mm. Als ik nu bijvoorbeeld een serie in de krant over. Als mensen doodgaan, hoe gaan mensen dan afscheid nemen? Het is vooral gewoon erbij zijn en de emoties ervaren die te ervaren zijn. Mijn eigen dood zal er ook op een gegeven moment aankomen. Mm. Ik dacht altijd, ik word ergens in de 80, maar ja, mijn moeder die is 76 geworden, dus daarmee denk ik dan ook gelijk van, oh, hoeveel jaar heb ik nog? Hè? En ik ben nu 58. Dus ja, die dood zal op een dag komen. En mijn insteek is vooral van, oké, hoe leef ik nu? Ja. En wat doe ik nu? Mm-hmm. En binnen Zen, ja, heb je dan ook mogelijkheden om je meer vertrouwd te maken met het feit dat je eigen dood op een gegeven moment komt? Ja. We hebben ook een koan, dat is een soort Zen-raadsel, waarbij mensen in plaats letten op hun ademhaling en ook de koan herhalen van. De bloem, is de bloem levend of dood? Mm-hmm. Ja, ik heb hem daar staan, misschien kan ik hem even pakken. Ik heb die bloem daar. Ja. Dus mensen kunnen mediteren op deze koan en dat heb ik zelf ook een tijd gedaan. Dat stimuleerde bij mij vooral ook het zien van dat het leven continu verandert. Mm-hmm. Ja. Dus die haren steeds grijzer worden. En, deze bloem ziet er natuurlijk schitterend uit. Bloemen, je zaait ze, ze komen op en ze sterven weer af. Dus dat proces om dat te zien en ook dat te aanvaarden, dat daar ook van kunnen genieten in feite van hoe dat gaat. Ja. Ook genieten van je grijze haren. Zelf voor de grijze haren, ja. Ik begin te accepteren dat ik ouder word. Ja. Nou is een motto van Zen.nl. Mm-hmm. Om samen te werken aan meer duurzaam geluk voor zoveel mogelijk mensen. Yeah. Nou, ik ga er helemaal van uit, dat heb je eigenlijk ook al gezegd. Ja. Dat je dat helemaal onderstreept. Ja. Heb je daarnaast nog een persoonlijk motto?
persoonlijk motto. Oké, nou ja, ik ben een grote fan van de vier geloftes, vier boeddhistische geloftes. En ja, die zeggen eigenlijk min of meer hetzelfde. En dan zijn er nog drie geloftes achteraan, die erop neerkomen van ja, leer jezelf kennen, leer anderen kennen, leer in het leven, leer speels, leer bewust. En ook stel doelen en geniet van het hier en nu. Ja, ja. Dus dat zijn echt wel mijn motto, die vier geloftes. Ja. Ja, het is mooi dat speelsheid. Ja. Dat hoort ook vaker terugkomen. Ja. Dat spreekt me ook aan. Mm-hmm. Nou, degene die jou kennen, die weten dat je ook heel veel met de ikken werkt. Ja. Met de ikken die één persoon, zeg maar, vertegenwoordigd kunnen zijn. Ja. In dit interview probeer ik mijn nieuwsgierige ik en mijn alerte ik aanwezig te laten zijn. Mm-hmm. Met welke ikken beantwoord jij de vragen? Nou, ook wel met een speelse ik. ook hoop ik met de verbindende ik, verbinding naar jou toe en verbinding naar de kijker. Ja. Die vooral. Ja. En zeg maar, jij werkt ook heel veel met die ik, hè? Ja. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja, nou, misschien wel leuk om iets te laten zien. Toen ik 10 jaar zenleraar was en 12,5 jaar coach, toen heb ik dit gekregen van vrienden en collega's. Het is dus een hele grote bus. Ja. Die had hem al gezien. En ze hebben er allerlei ikken opgeplakt. Dus het idee is dat je bestaat uit meerdere ikken. En sommige ikken die zitten vaak achter het stuur, dus die bepalen waar je bus heen gaat. En andere ikken die zitten wat meer achterin. Ze hebben alleen maar leuke ikken, hebben ze erin geschreven. Dus bijvoorbeeld de lef hebben ik, hebben ze voorin redelijk voor. Oh nee, ze zit achterin. Ik heb ze zelf geplakt trouwens. Maar de lef hebben ik, die zit bijvoorbeeld hier. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld, dat doet me denken aan dat ik soms wel lef heb, maar dan kan ik. Ik heb ook wel hele periodes gehad dat ik dan een beetje stoer ga lopen doen. Mm-hmm. En dat heb ik gemerkt, dat is niet de beste manier van zijn. Ja. Op het moment dat je dat ik stoer ga doen, dan schep ik afstand. Ja. Dus zo werkt dat bij mij, dat ik bepaalde ik me bewust van word. En dan kijk van, hoe gebruik ik deze ik en is dat nog wel functioneel in mijn leven nu? Ikken ontstaan allemaal om de persoon, zeg maar, gelukkiger te maken, te beschermen, te zorgen dat die door kan. En dat wil niet zeggen dat die ikken eeuwig voorin je bus horen te zitten. Dus wat ik zelf doe en ook veel met mensen doe, is kijken van welke ikken heb je allemaal en welke ikken heb je nu nodig in je leven. En hoe kan je de ikken de juiste plek geven? Mm-hmm. En dat is een heel speelse manier, wat mij er heel erg aan spreekt. Ook heel open, omdat er niet, er is niet een lijstje van, nou, deze ikken zijn er, en we gaan even met een testje uitzoeken welke ik bij jou voorin zit. Dus het is een heel milde manier ook van kijken naar jezelf, want ja, al die ikken zijn in principe oké, weet je. Ja.
Ja, dus door ook in bepaalde situaties met bepaalde vragen te kijken van welke ikken spelen een rol bij deze vraag, krijg je heel snel meer inzicht in jezelf, in je situatie en ook in mogelijke oplossingen, mogelijke manieren om dingen anders te gaan doen. Want stel dat ik een te groot verlegen ik in me draag, dan kan jij me weer handvatten geven om te kijken van hoe ik dan een wat meer zelfbewustere ik achter mijn eigen stuur kan zetten. Nou, en zo'n verlegen ik, die wil ook aandacht. Als ik mijn verlegen ik aan het woord zou laten, die heb ik ook, natuurlijk. Want iedereen heeft in feite alle ikken. Zijn verlegen ik, die beschermt mij ook tegen lastige situaties. Weet je? Dus die kan ook een soort signaleringsfunctie hebben. Van oké, in deze situatie voel ik me verlegen. Oké. Nou, dus dan ga ik wat meer op de achtergrond. Oké. Dat is oké. Voel maar even, waar zit die verlegen? Hoe voelt dat? Nou, ik ga onmiddellijk, ga ik meer onderuit, dan ga ik meer leunen. Ik voel echt in mijn buik zo'n verlegen ik. Oké, nou, merk het gewoon maar even op. Deze situatie maakt mij verlegen. Oké, het is zo, hè? Het lijden is er, hè? Lijden, misschien met een kleine L, maar het is iets wat je niet Nee, het is toch een automatisch. naar vervelend Het is toch een gevoel. beetje een naar gevoel, zo'n verlegenheid. En dan zeggen we: oké, nou, blijkbaar is er iets in deze situatie wat iets ouds triggert. Nou, kan ik het even voelen? Oké, prima. Kan ik het loslaten? Ja, ik kan het loslaten. Weet je? Ik kan het loslaten. En ik kan een andere ik naar voren schuiven, als het ware. Misschien gewoon mijn speelse ik. Oké, hey, nieuwe situatie. Laten we het eens uitproberen. Ja. En dan voorkom je dat je bevriest, zeg maar. En dan ontstaat er weer verbinding. Ja, met jezelf, met andere delen van jezelf, andere ikken van jezelf, maar ook met de ander. En zo werk je dan ook maar aan je eigen ontwikkeling, ontplooiing. Nou, ik heb al heel wat vragen aan jou gesteld. Heb je nog een vraag gemist waar je misschien toch nog een antwoord op wil geven? Nou, misschien toch iets over Rotterdam-Zuid. We zitten hier en ik ben hier nu al 4 jaar aan het werk. Dat heeft ook gemaakt dat ik me nu anders voel dan 4 jaar geleden. Dat ik in het begin was ik denk ik meer zoals ik in Afrika was, dat ik ging kijken naar oké, Zuid, weet je, interessant. Ik heb ook een nieuwsgierige ik die dan gaat kijken en ontdekken. Maar die nieuwsgierigheid, dat is ook, daar zit ook wat afstand in. Dat ik in de loop van de jaren dat ik gewoon veel meer thuis ben gaan voelen hier. Dat komt ook natuurlijk doordat inmiddels gewoon heel veel mensen die hier in de buurt wonen, of die gewoon in Charloes, Heerlensluis, Bloemhof, Vreewijk, Katendrecht, komen hier, IJsselmonde, Beverwaard, komen hier mediteren, natuurlijk ook van verder weg, hè, Barendrecht, Zwijndrecht, Roon, Capelle, maar ook mensen gewoon van hier uit de buurt. Dus dat maakt ook dat ik me meer thuis voel. Dat ik gewoon ook weet van, oh ja, die woont daar, die woont daar, die woont daar. Dat maakt ook dat ik me gewoon meer verbonden voel met hier.
Ja. Dus dat het meer, dat ik meer geland ben. Ja. Ja. En Zuid is natuurlijk ondertussen ook alweer veranderd. Zuid is nu, alles gaat op de schop. En dat is ook goed. En ik vind het ook fijn om daar deel van uit te maken. En ook mensen, blijkt dus ook dat er gewoon al best heel veel mensen op Zuid al mediteerden. Ja. Hè? En die nu dan hier de weg hierheen vinden. Nou, dat vind ik ook al hartstikke leuk. Ja, ja. Ja. En daarnaast ook nog een groep mensen die echt geen flauw idee hebben wat meditatie is. Nou, die zijn ook hartstikke welkom. Dus ook steeds meer mensen, die fysiotherapeuten of huisartsen of psychologen, die je hierheen verwijzen. Nou, dat vind ik ook heel fijn. Dus dat is voor mij ook een manier om me steeds meer thuis te voelen. Om al die mensen hier te ontvangen. Ja. 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 En dat ze elkaar ook hier leren kennen. Ja. Nou, super fijn dat je hier ook helemaal geland bent. Ja. Thuis voelt. Ja. Ik ben blij met de meditatielessen die ik hier volg. Ja. Dat is ook een hele prettige ruimte. Mm-hmm. Ik wil je heel graag bedanken voor dit interview. Ja. Dankjewel. Wil je nog zelf iets zeggen over wat de meditatie voor jou doet? Meditatie geeft me rust. Als ik begin te mediteren, zit ik soms in mijn hoofd met heel veel gedachten. Mm-hmm. En na 20 minuten merk ik van, hé, die gedachten die zijn gezakt. Mm-hmm. Voel ik me rustiger in mijn hoofd en rustiger in mijn lijf. Als mijn dingen dwars zitten, dan kan ik er ook echt voor gaan zitten. Mm-hmm. Ook voelen. Ik vind het soms nog lastig om echt te voelen, mm-hmm. wat voel ik. En dan kan er ook soms in één keer spontaan een soort antwoord komen van dit of dat moet ik gaan doen. Mm-hmm. Voor mezelf heb ik het idee, maar dat zal mijn partner dan moeten bevestigen, mm-hmm. dat ik bij wat sterkere emoties, zoals boosheid bijvoorbeeld, mm-hmm. dat ik onderken dat eerder. Mm-hmm. En vroeger dan was het zo dat die emotie, daar ging een hoop zo in mee. Ja. En nu onderken ik die emotie en ga ik er ook minder heftig in mee. Mm-hmm. En soms zeg ik er iets van, mm-hmm. of laat ik er toch iets van merken. Ja. Maar vaker ga ik zitten en kijken van waar komt dat vandaan. Mm-hmm. En het mediteren heeft me ook meer zelfinzicht gegeven. Ook de dingen waarvan ik dacht van, oh, dat doe ik toch wel goed. Ik denk van, nee, daar ben je niet helemaal oprecht in. Of een ander mag ook zijn zoals die is. Zonder dat ik denk van, je doet het niet goed. Ja. Dus, en ik vind het fijn om zen-filosofie ook te bestuderen. Ook te begrijpen als... gevoel van eenheid, non-dualiteit, vorm en leegte. Hmm. Nou, maar ik, op de een of andere manier vind ik het gewoon super. Word ik er ook blij van om dat te lezen, mm-hmm. en te bestuderen. Ja, ja. Terwijl ik tegelijkertijd ook heel lastig vind om het terug te verwoorden. Mm-hmm. En ook denk van, ik ben er nog niet. Nee, 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 nee. We zijn er nog niet. Nee, we kunnen nog wel heen. Ja, ja. Ja. Okay. Nou, dankjewel. Ja, dan sluiten we af. Ja, dankjewel.